Wat kan jouw dag echt verpesten? Aan telefoons hangen en dan wachten op een nummer en dan je doorverbonden wordt en dat er dan uiteindelijk zo'n meisje zegt, even kijken of hij op zijn plek is. Ik zeg, ja, maar ik zal hem even... Ik zeg, even kijken of ze op zijn plek is, even kijken, even in het wachten. En dan een minuut wachten en hij is er niet met zijn vrouw, te kijken, als hij het misschien over het weekend heen zou willen tillen, is hij misschien wel op zijn plek. En het is dan jammer dat dan dat meisje dan niet persoonlijk zie, of jongen. Dat kan mijn dag verpesten. Nou, dat kan. Ik ga zo kijken of de volgende vraag ook een man wordt. Hoe wil je sterven? In het harnas? Als ik één had, moet ik met muiderslot, maar... hoe wil ik dat? Ja. Pijnloos. Welke hoofdrol zou je willen spelen in een film? Ja, met veel... een Don Juan met veel mooie dames en in een kasteel. En dan bij de daad, met de daad dan in bed liggen en dan met een harnas aan en dan sterven. Wat is je favoriete karaktereigenschap? Nou, ik heb de lach aan mijn reet hangen en dat kom ik heel erg ver mee. Totdat ik geprikkeld raak en dan gaat juist die wat enorm in mijn voordeel is, gaat enorm tegen me werken. Dan kan ik heel erg chagrijnig en vervelend worden en zelfs er heel hard op gaan meppen. Als je niet jezelf mag kiezen, wie zou je dan willen zijn? Ik zit te denken aan... Tom Hofman of Barry Asma. De hele kamer hangt vol met hun foto's, dus het is wel een enorme waardering. Een enorme, heel moeilijke vraag. Is Jiske Vette achteraf een geschenk of in jouw carrière gebleken of inmiddels een lastig onderwerp geworden? Ja, ik bedoel... Nee, ik vind het wel geestig voor mijn carrière. Maar het heeft ook, we krijgen die Johan Cruijff, krijgen we dan weer. Elk voordeel heeft zijn nadeel, of nadeel voordeel. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik hou er altijd nog wel van die figuren die ik daarin heb gedaan. Ook niet allemaal, maar... Ja, ik weet het, ja. Het kan. Je hebt je levensverhaal jarenlang niet op schrift willen stellen, waarom nu wel? Omdat ik gevraagd werd om dit te doen. Anders denk ik, als ik niet gevraagd was, had ik dat misschien gedaan als ik 80 was. Maar het was wel een uitdaging en daarbij het is ook wel weer geestig als je... Je wordt enorm gedwongen als over jezelf na te denken. Wat zat dat nou ook weer? Of jezelf? Het is eigenlijk een soort therapeutische aangelegenheid ook vaak geweest. Heel jankerig word er ook van. Dingen die je dan hebt gemist in je leven, dat soort dingen. Het liefst had ik, ook gewoon wel iets bij het Songfestival willen doen of iets. Waar ik denk, of in een boysband willen zitten. Maar dat is helemaal niet zo. Dat zijn alleen, je kan het niet overdoen. Wat vind je het beste stuk uit jouw boek en waarom? Mijn schaatstocht met mijn vriend Ronald Timmermans. Dat is een geestig verhaal. De verhalen met Rijk de Gooier, dat is altijd geestig. Mijn verhaal in New York vind ik een mooi verhaal. Ga het lezen, zou ik zeggen. Waarom wil je dat mensen jouw boek lezen? Ja, omdat het wel geestig is. En het vertelt ook wel veel over Amsterdam onder andere. Jaren 60, 70, 80, 90. En ik ben Amsterdammer, dus dat heeft... En ik heb overal wel eens een beetje bijgezeten. In die zin veel... We hebben nog de discotheek de Mazzo gehad. En, de krakers rellen, de hippie tijd, echt volgens mij de leukste tijd van Amsterdam. Daarbij is geen Amsterdammer meer over. Ik bedoel, het is één grote Amerikaanse, Duitse, Italiaanse. Het is echt wat Rotterdammers zeggen, het is echt een antropiekstad geworden. Wat ik ontzettend jammer vind, maar daar gaan we wel weer wat aan doen. Een raketwerper. Ja, het is wel een. Ik vergelijk het met het stukken van een muur. Dus eerst haal je die hele muur af en dan zet je hem weer op. Met
Rachen of ragen, weet ik veel wat. En dan duwde weer zo'n laag overheen en dan stuk je me af. En ik denk, nou ziet het er goed uit. En dan duw je de strijklicht langs en denk ik, verdomme, er zijn nog heel wat hobbels en dingen in. En dan denk ik, nog een weer met strijklicht. En dan denk je, nou hij is klaar en dan flikkert die muur achter je in elkaar. En ik denk, godverdomme, je had het heel anders moeten opbouwen. Is mooi gezegd trouwens, hè?